Ja, het blijft leuk hè, om naar die persconferenties te kijken. Hè, van Louis van Gaal, ja. En Louis die vertelt het ons gewoon hè. Louis die heeft geen enkele twijfel over zijn kennis over het voetbal. En niemand weet dat beter dan wie dan ook. Dus hij geeft ons les in hoe het zit. Zijn systeem wordt nergens zo goed gespeeld als bij hem. In Italië kunnen ze er bijvoorbeeld helemaal niks van. En hij weet ook precies hoe dat moet met keepers en alles. En dat legt hij ons allemaal keurig uit. Want de rest van de wereld eigenlijk heeft geen verstand van voetbal. Ja, en daarom is het zo leuk om naar onze leraar Louis te luisteren. Maar ik heb toch twee tips voor Louis van Gaal. Louis, ja... Ja, hij gaat natuurlijk niet naar mij luisteren, dat weten we gewoon, want ja, ik ben natuurlijk gewoon een voetbal om een nul. Ja, dus, maar goed, ik ga het toch doen, want je weet maar nooit, hè. Kijk, twee dingen voor Louis. Kijk, ten eerste moet hij zich niet druk maken over het feit dat spelers niet worden opgesteld bij hun clubs. Nee, Louis, wat kan het je schelen? Neem een voorbeeld aan de Zuid-Amerikanen. Daar moeten we naar kijken. Naar landen als Argentinië of Brazilië. En het was ooit Bilardo, ja, die zei dat tegen Leo Verheul, heeft hij dat een keer verteld. En die zei, ik begrijp jullie niet in Nederland dat als er een WK aankomt, dat die spelers zich maar blijven uitsloven voor hun club. Ja, en die komen altijd dodelijk vermoeid aan op een WK. En dat was toen gebeurd in 1990 met de spelers van AC Milan. Toen met Gullit van Basten en Rijkaard en zo. Ja, en die kwamen doodmoe aan. Nog Champions League gespeeld, weet ik veel wat allemaal. En toen kwamen doodmoe bij de WK aan. En Nederland presteerde niks. Want we hadden eigenlijk de lessen al geleerd in 88. Want toen kwam er een volkomen uitgeruste Van Basten. Die kwam daar, die was geblesseerd geweest. Die had helemaal niet gespeeld en die kwam topfit. Deed hij uiteindelijk mee. Ja, bij de EK. En scoorde achter elkaar. En zo zie je maar. Je moet, en dat vertelde Bilardo toen, je moet je sparen voor een WK, want het gaat alleen om een WK. Je kan winnen in je carrière wat je wil. Champions League kampioen, zoek het uit, bekers, je gaat je gang maar. Het draait om een WK, daar word je onthouden en daar schrijf je historie. Nou, en Zuid-Amerikaanse voetballers, die snappen dat. En daarom sparen zij zich gewoon. Die wenden gewoon een blessure voor, of die weet ik veel wat. En dan, of voelen zich even niet lekker. En een paar maanden voor een WK, zie je, verdwijnen ze gewoon even van de radar. En hop, en bij de WK, hop, dan zijn ze er. En de Romario's zijn allemaal één kipfit. Ja. En daarom moeten we ons geen zorgen maken. Als bijvoorbeeld De Ligt gewoon even lekker niet speelt. Lekker je gang gaan. De Pai, lekker je gang gaan. Lekker op het bankje, lekker rusten. Af en toe een beetje meespelen. Frenkie de Jong. Hey, lekker rusten Frenkie. Doe rustig aan. En die jongens die komen straks kipfit het veld op in Qatar. Ja, 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 ja. Dus daar moeten we ons totaal geen zorgen over maken. En alleen maar blij zijn met het feit dat ze niet spelen. Dat is één. En dan tip 2 voor onze Louis. Want Louis die gaat dus werken aan de penalties. Louis, ik vind het goed dat jij een keeper wil hebben die af en toe eens een penalty tegenhoudt. Geweldig. Maar ook hier moeten wij kijken naar Zuid-Amerika en vooral naar Brazilië. Want die hebben ons geleerd hoe je een penalty moet nemen. Kijk, je kan gaan studeren wat je wil. Je kan de wetenschap erbij halen wat je wil. Dat hebben ze in Brazilië nooit gedaan. In Brazilië is er maar één wet. En die luidt. Een penalty gaat keihard hoog in de kruising. Punt. En daar oefenen ze op. Niks anders. Een Braziliaan, die zie je niet. Binnenkantje voet, beetje plaatsen zo. Weet je wel, zijkantje. Nee, nee, want de Braziliaan weet, een keeper, die valt niet omhoog. Nee, een keeper valt omlaag.
Dus als je hem hij moet hoogte, kan keeper nooit hebben. Kan die keeper nooit hebben. Dus, wat doen zij? Alleen maar oefenen. Keihard in de kruising. Hup, kruising, kruising. Klaar. En dat doen ze. En dat doen ze 5 keer. En als je dat doet namelijk, dan win je met strafschop. Ja, want Nederlandse spelers komen altijd, je ziet het altijd fout gaan. Het is niet zozeer de keeper, het zijn de spelers die een verkeerde strafschop nemen in Nederland. Want er wordt niet genoeg op geoefend en daarbij, ze plaatsen hem. En dat doen ze dan of half hoog, of gewoon over de grond. En de keeper, die pakt gewoon een hoek. Die keeper gaat gewoon, die pakt een hoek. 50% kans. Ja, hij gaat links of rechts. En als hij de goede hoek pakt, en als hij erheen gaat, dan heeft hij hem. Ja, ja, ja. Maar niet als je hoog schiet. Nee, dan heeft hij hem nooit. Nooit. En dat weten ze in Brazilië. Oké, nou Louis, tot zover. Dat zijn mijn tips. En ik hoop dat je luistert.